Vrienden en vriendinnen, ja, Stoptober is net geweest. En toen dacht ik, ik moet even wat zeggen tegen jullie vrienden en vriendinnen volgers over het roken. Ja, ja, want dat vind ik nou zo verschrikkelijk niks. Dat roken, nee. Dat is zo vreselijk ouderwets ook. Dat is zo geweest, niet meer van deze tijd. Want jij en ik, wij weten nu toch wel dat je gaat verschrikkelijk dood van roken. Dus waarom zou je daar nou mee door blijven gaan? Want als ik tegen jou zou zeggen van ik geef je een pil, hè? Elke dag een pil, waarvan je zeker weet dat je daar dood aan gaat. Zou je hem dan nemen? Nee, zeg je dan tegen mij. Nee, die pil, die wil ik niet. Nee, maar we steken wel elke dag een aantal sigaretten op. Dat doen we dan wel. Nou ja, snap, begrijp je? Dit is, en waarom? Nou, elke dag weer werken aan, eigenlijk, aan die zelfmoord. Want dat is het gewoon. En waarom? Want je moet ook aan jezelf denken. Want je kan wel tegen mij zeggen, ja, Harry, dat maakt toch niet uit, dan word ik maar 15 jaar minder oud. Nee, zo zit hij niet. Zo zit hij niet, want het is niet het verschil tussen word ik 90, hè, of 75, of word ik 100 of 85. Nee, het is het verschil word ik 75 of 60, of 80 en 65. Want op die leeftijd, 60, 65, en daar kan ik over mee praten, dan ben je nog niet klaar om afscheid te nemen. Dan zit je nog boordevol plannen. Dan wil je nog van alles in het leven. En dan komt ineens die ober langs. Ja, daar staat hij, tik, tik, tik op je schouder. En die ober zegt, hé, jij moest zo nodig roken. Ja, nou dan heb ik nieuws voor je. Er staat nog een rekening open. En dan moet je weg. Dan moet je afscheid nemen. Dan is er geen plek meer voor jou op deze aarde. Terwijl jij nog van alles had gewild. Want wat denk je ervan? Als je kinderen hebt. Ho! En dan zeggen mensen tegen mij. Ja, maar ik hou zo van mijn kinderen. Hé, hey, waarom rook je dan? Waarom rook je dan? Want straks hebben die kinderen. Ja, die hebben geen vader of moeder. Nee. En wil jij nog opa of oma spelen? Want daar gaat het ook om. Los van dat je je kinderen wil zien trouwen. Ja, zie, ik word zelf ook emotioneel van. Je wil je kinderen zien trouwen. Maar je wil ook je kleinkinderen nog zien. Toch? Hé, dat gaat dan allemaal niet door. Dat is niet zo. Want ja, dan is er die ober. En die ober die zegt, het is tijd om te gaan. Dus daarom vrienden en vriendinnen. Denk daar nou aan, elke keer als je een sigaret opsteekt.